Het is niet duidelijk waarom, maar Rachel Hazes bleef toen ze nog contact had met haar zoon André Hazes junior voortdurend contact houden met al zijn exen. Van Bridget Maasland tot Sarah van Soelen, ze bleven allemaal dik met Rachel, terwijl ze geen woord meer wisselde met André. Hoe zit dat inmiddels? Nou, tussen Rachel en Sarah is het in elk geval over en uit. Ik heb inmiddels geen contact meer met Rachel. Er is niets gebeurd tussen ons, maar soms loopt het zo. We leiden ieder ons eigen leven. Het hoofdstuk Hazes is dus in alle opzichten afgesloten, legt Sarah uit in de story. Jarenlang kon Sarah in de media alleen maar over André praten, maar inmiddels doet ze dat alleen nog parttime. Ik ben inmiddels zo ver dat ik dat echt achter me heb kunnen laten. Maar het heeft lang geduurd voordat ik mijn hart weer kon openstellen. Ik was er ook niet mee bezig. Nu is er een nieuwe vent in Sarah's leven. Ja. Totdat ik deze leuke man ontmoette. Hij komt net als ik uit Rotterdam. Dat alleen al voelt heel vertrouwd. Wie hij is, hou ik nog even voor mezelf. Dan brengt ze het onderwerp weer op André. Met André ben ik totaal niet meer bezig. Ik volg hem niet op social media en luister niet naar zijn muziek. Dat boek is echt dicht. Gelukkig kan iedereen weer verder.